Hoi allemaal! Vandaag heb ik een shoplog voor jullie. Februari was de maand waarin er een heleboel mooie artikelen weer kwamen op make-up gebied. En ja, daar wilde ik best wel wat van proberen en testen en zo. Dus ik heb echt een hele tas vol. En dus als je benieuwd bent naar wat ik heb gekocht, kijk gezellig mee, zou ik zeggen. Dit is de tas. Ik ga gewoon random spullen eruit pakken, want hij is echt wel heel erg vol. De prijzen zet ik eventjes onder de producten neer, omdat ik eigenlijk geen bonnetje heb, dus ik weet eigenlijk niet wat het allemaal kost. Dus voor als je daar benieuwd naar bent, dan kun je dat even kijken. Bij de Action kwam ik deze Bluetooth remote shutter tegen. Dit is zo'n afstandsbediening waarmee je heel makkelijk selfies mee kunt maken en is geschikt voor Android en iOS. En ja, is eigenlijk gewoon ja, een leuk hebben dingetje, vond ik zelf wel. En ik merk heel vaak dat als ik foto's maak met de achterkant van mijn camera op mijn telefoon, dan kan ik heel vaak zelf het knopje niet vinden. Omdat ik daardoor als de flits heb zitten, kan ik gewoon heel vaak de cameraknop kan ik niet vinden. Dus daarom leek me deze wel heel handig. En hij werkt met Bluetooth en er zit een batterij bij. Dan, een aantal weken geleden was deze jumpsuit in de aanbieding. En ik vind die jumpsuit altijd heel lekker zitten. Ik heb ook al een kort versie. Die heeft ook echt een kort broekje en ook gewoon met korte mouwen, zeg maar. En ik heb er ook eentje die heeft wel een lange broek, maar dan heeft hij geen mouwen. En ik vond het wel heel erg leuk dat ze er nu eentje hadden met mouwen en met zo'n lange versie. Ze zitten altijd zo lekker comfy. En ja, ik mag ze graag dragen. Dus deze die had ik ook bij de Action vandaan. De prijs trouwens die eronder staat is de prijs die ik ervoor heb betaald. Hij kost normaal 9,95. Van deze weet ik toevallig dat hij 7,95 was, maar dat kwam omdat hij in de aanbieding was. Dan zag ik bij de Action deze nieuwe Dove Repair Therapy. Dat is een overnight cream. Dat is, ja, die kun je 's nachts in je haren doen. Dit is ook van het merk wat ik altijd zelf heb. Dit is de Intense Repair collectie. Die gebruik ik altijd en dat vind ik zelf altijd super fijn. Dus vandaar dat ik wel heel erg blij ben met deze ook. Ik ben wel benieuwd hoe die werkt. Ik heb het nog niet gebruikt. Maar het is wel een heel handig pompflaconnetje. Even kijken wat ik nog meer bij de Action heb gekocht. Deze mascara. Ik moest een nieuwe mascara hebben voor mijn on-the-go toilettasje. Die van mij was helemaal uit elkaar gevallen. Dat heb je misschien wel kunnen zien in mijn What's in my bag video. En daar was heel duidelijk te zien dat er niks meer van over was. Dus ik was op zoek naar een nieuwe. En bij de Action heb je ook altijd wel van die mooie budget mascara's. Dus toen kwam ik deze tegen. Dus toen heb ik deze gekocht. Even kijken hoor, of ik nog meer Action producten heb. Ja, deze crème mousse van Dove. Ik heb hem al gebruikt trouwens. Dit is ja, zo'n douchecrème. Dit is meer zo'n, dit wordt echt zo'n mousse. Dat vind ik zelf altijd heel erg lekker om te gebruiken. En ik was heel erg benieuwd naar deze van Dove, omdat Dove dus mijn favoriete merk is. Dus hier werd ik ook heel blij van. Als laatste kocht ik bij de Action twee Lipstick Pro lipsticks. En deze ze is Pink Front en Peach. En ik vind die lipsticks altijd wel fijn, vooral ook voor on the go. Ik vind het toch altijd een ding om mijn dure lipstick mee te nemen. Dus ik heb altijd liever die budget lipsticks. En deze zijn wel heel fijn. Tenminste, de vorige Action lipsticks waren wel fijn. En deze waren vernieuwd. En daar was ik wel benieuwd naar. Dan was ik bij de Big Bazaar. Daar kocht ik ook nog wat budget producten. Allereerst deze tintspray. Deze is van W7. En hier had ik al een aantal reviews over gelezen. Alleen de paar keer dat ik bij Big Bazaar kwam, zag ik ze gewoon niet. En nu waren ze er wel. En ja, het is gewoon zo'n spray, zeg maar. Ik ben wel benieuwd of dat het echt wat doet. Ja, ik vond het wel leuk om te testen. Waar ik ook heel erg verblijd om was dat ik deze tegenkwam. Dat waren deze Essie lakjes.
Normaal zijn Essie lakjes natuurlijk echt super duur. Maar deze die waren echt super goedkoop. En ik vond de kleurtjes vooral heel erg leuk. Het zijn ook hele kleine potjes zoals je kunt zien. En ik vind het wel een beetje een mooie herfstkleur. Herfst-lentekleuren bedoel ik. En ik vond vooral deze twee heel erg mooi. Omdat die toch een beetje, ja, een beetje zacht zijn. En wat mint. Dat vond ik ook wel heel erg leuk. Dat had ik ook nog niet. Dus het leek me leuk om deze eens te proberen. Ik had al gelezen dat ze deze hadden. En ik heb nog nooit een lakje van Essie geprobeerd. Dus nou ja, deze flap die is een beetje gescheurd. Maar dat maakt niet uit. Ik was hier heel benieuwd naar. Deze is het ook van de Big Bazaar. Dit waren de producten die eigenlijk een beetje bijkomend waren. Die niet allemaal met make-up te maken hadden. En nu ga ik naar de echte producten voor make-up. Dus dit is echt allemaal nog voor make-up. Dus goed. Als eerste wat ik hier dan weer uitvis is de Garnier Micellaire reinigingswater. Hier was ik zo benieuwd naar. En ik zag al heel veel goede reviews langskomen. En ik ben toch altijd nog wel makkelijk zo iemand die gewoon eigenlijk even voor het douchen gewoon met zo'n reinigingsdoekjes, make-up reinigingsdoekje aan de gang gaat. Maar ja, is eigenlijk toch niet zo heel erg goed voor altijd. Dus hier was ik eigenlijk wel heel erg benieuwd naar, omdat je hier verder niks aan hoeft toe te voegen. En het was 1 plus 1 gratis bij het Kruidvat. Dus deze die kreeg ik er dan nog eentje bij. En dat vind ik altijd hele fijne acties. Dus die. Oh, daar komt ook deze echt hele schattige doekjes van Essence. Minis to go. Dit zijn day make-up wipes. Waterproof. En dit zijn gewoon van die gezichtreinigingsdoekjes. En deze vond ik wel heel erg handig voor in mijn tas. Ik hou altijd van mini verpakkingen. En zo'n grote verpakking, dat neemt heel veel ruimte in. Maar deze is gewoon lekker compact. En als het dus een keer helemaal er niet meer uitziet, dan kan ik het tenminste eraf halen. En dan was ik echt al naar op zoek. En toen kwam ik ineens die minis tegen. En toen, daar zaten ze tussen. Dus deze gaat er ook bij. Dan kocht ik deze anti-shine papers van Catrice. Eigenlijk ook voor in mijn tas. Gewoon van die handige blaadjes waarmee je eventjes je overtollige glimmerigheid weer eraf kan halen. En deze verpakking is vernieuwd. Mocht je het leuk vinden om te weten. Overigens wilde ik gelijk nog even erbij zeggen dat ik natuurlijk heel veel producten ga reviewen. Maar als er producten bij zitten die jij heel graag gereviewd zou willen zien, laat het dan even weten bij de comments. Oké, bij de Kruidvat hadden ze de Essence Land Lash Base Mascara. Dit is zo'n mascara die kun je eigenlijk als basis onder je eigen mascara dragen. En daar krijg je dan nog weer eigenlijk meer effect mee. En ik heb wel een zo'n mascara die zit gewoon ook aan zo'n zwarte, zeg maar. Die is van de HEMA. En deze is dan gewoon los. Die kun je dus overal onderdragen als je wil. En dan is die dus wit. Best wel bijzonder. Hier ben ik wel echt heel benieuwd naar. Ik wist helemaal niet dat Essence deze had. Wat ik ook heb gehaald is de eyeshadow base van Essence. Ik had er eentje van de HEMA, maar die is toch nog best wel licht voor de huid. Dus ik was heel erg benieuwd of deze ook zo licht was. Of dat deze toch beter van kleuren was. En die wilde ik heel graag testen. Even kijken hoor. Dan de Essence Lash Princess False Lash Mascara. We hadden al de volume mascara. Die was natuurlijk oranje. En dit is de groene. Dit is de nieuwe variant. Dit is een False Lash Mascara. Deze ben ik ook heel erg benieuwd naar. Was ik ook heel erg eigenlijk een soort blij mee dat hij weer opnieuw uitgebracht werd in een andere variant. Omdat ik die andere eigenlijk ook heel fijn vind. Dus ik ben heel erg benieuwd naar die. Dan de Easy to Use Eyeliner Pen. Zijn ook al heel veel goede reviews over verschenen. En ik ben echt dol op eyeliner. Dus dit was wel een juweeltje die ik graag wilde hebben. En volgens mij ben ik dan al bijna rond van Essence. Ik hou eventjes die overige Essence dingetjes eruit. Dan is het toch wat makkelijker om iets uit te zoeken. Ja, bijna.
Ik kocht de XXL Nude Lip Gloss. Deze is helemaal nieuw. Dat was natuurlijk ook natuurlijk een hype, de nude varianten die uitkwamen van Essence. Nou, ik hou heel erg van nude, dus deze wilde ik heel graag hebben. En ik heb de kleur Soft Whisper gekocht. Het is kleur nummer 4. En ik vond dit kleurtje heel erg mooi. Daarbij kocht ik ook een nude lipstick. En ik heb al wel een paar nude lipsticks, maar ik vind de lipsticks van Essence eigenlijk altijd best wel fijn. Dus deze die had ik nog niet. In een nude variant. En die wilde ik dus heel graag hebben toen die uitkwam. Deze heet We Aren't Only a Smile. En dit is kleur nummer 1. Ik zal hem eventjes omhoog draaien. Dan kun je dus zien dat het een heel mooi nude kleurtje is. Daarbij hoorde voor mij ook nog een nude lip liner. Ik hou heel erg van lip liners ook de laatste tijd. En deze kocht ik in de kleur In the Nude. Dat is nummer 11. En de eyeliner of de lippotloden. Volgens mij zei ik eyeliner. De lipliner van Essence vind ik altijd heel erg fijn. En ze zijn gewoon heel erg goedkoop. En ik had nog niet echt een nude kleur. Dus deze kwam heel goed van pas. Dan de lakjes. De Isle of Trends waren dat. Ik heb eentje van de Pastels. De Pastels, hoe noem je dat? Dat is deze. Dat is kleur 4, Sweet at First Sight. Zicht? Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Nou ja, goed. Deze vond ik heel erg mooi, want deze heeft ook een licht shimeringetje. Ik denk dat hij een beetje terugkaatst nu vanwege het licht. Dus ik kan het niet zo heel duidelijk laten zien. En ik kocht ook nog een lakje uit de Nudes. En dat was nummer 3, I'm Lost in You. Dat is ook gewoon zo'n mooie... mooie kleur, die past ook wel bij die andere nude producten die ik heb. En als laatste kocht ik een oogschaduwtje van de Essence I Love Nude. Ik heb de kleur 2 Cake Pop. En op het eerste oog leek hij een beetje op zo'n baked eyeshadow. Maar volgens mij is dat hem niet. Dat is deze. En hier komt sowieso een uitgebreide review over. Omdat ik hier zelf ook gewoon heel graag over wil schrijven. Ga ik gelijk even door naar Catrice. Want Catrice had natuurlijk ook een paar mooie nieuwe producten. Ik heb eigenlijk alleen van het nieuwe assortiment dit absoluut roze paletje gekocht. Omdat ik ik had deze alleen eigenlijk in de nude versie. En die was eigenlijk gewoon heel fijn. Dat vond ik een heel fijne oogschaduw. Deze is overigens al gereviewd. Die kun je terugvinden op mijn site. En... ik vond deze kleurencombinaties heel erg mooi met dat roze. En deze hier was ik eigenlijk gewoon heel benieuwd naar. Maar toen hadden ze dus ook een actie toen ik dit paletje ging halen. Tweede halve prijs. En toen was ik eigenlijk ook wel heel nieuwsgierig geworden naar die andere twee versies die ze hadden. Dus ik nam ook de Absolute Bright mee. En die is al wat ouder. Ik weet niet... ongeveer wanneer die in het assortiment is gekomen. Maar ik was er wel heel benieuwd naar. Het zijn echt ook van die mooie kleurtjes die er echt uitspringen. En dan kocht ik ook de mat. De absoluut mat versie. En dan heb ik ze allemaal in mijn bezit. En daar ben ik dan ook wel weer heel blij mee. En deze kleurencombinatie vind ik zelf ook heel erg mooi. Want ik hou er altijd wel van om echt een beetje met kleuren te spelen. Ze hebben overigens ook nog een naam gekregen. Deze heet bijvoorbeeld... deze heet, naast dat hij absoluut mat heet, heet hij Eyes With Matte. Eyes White Matte. Die namen zijn altijd heel bijzonder die ze verzinnen. Deze heet Candy Warhol. En deze heet Frankie Rose to Hollywood. Nou ja... ik vind die naam altijd heel erg leuk bedacht. Want dat vind ik bij Essence eigenlijk ook altijd wel. Dus, en hoe de nude versie heet, dat weet ik niet. Want die ligt in mijn make-up stash. Goed, ik kocht ook nog bij Catrice een eyeliner. Want dit is een gel eyeliner. Mijn eyeliner die ik altijd had, die was helemaal uitgedroogd. En die was van Catrice, Essence bedoel ik. En Essence had hem niet meer in zijn assortiment. En dat vond ik best wel jammer. Dus toen moest ik op zoek naar een goede... variant. En deze leek me eigenlijk heel goed, want hij is ook waterproof. En ik hou altijd heel erg van die gel eyeliner.
Het laatste wat ik dan van Catrice heb is deze lipstick. En deze is uit de limited collectie Nude Prism. Purism. Aparte naam, maar dit is dus ook zo'n mooie nude kleur. Omdat ik er toch zo van hou, dacht ik, laat ik hem maar kopen. En ik vind de lipsticks van Catrice ook altijd heel erg fijn. Even kijken hoor, deze heeft... Deze heet Barely Pink. Barely Pink. Gewoon Barely Pink. Ja. Dan had NYC deze nieuwe mascara. Dit is de 24 Hour Waterproof Mascara. En ik vond de mascara's van NYC vind ik altijd heel erg fijn. Ik heb zelf ook al de Curl City. En die bevalt ook eigenlijk super goed. Dus ik was ook wel heel erg benieuwd naar deze. En... waterproof is natuurlijk altijd goed, dus die wilde ik ook heel graag hebben. En dan was het toch wel echt heel erg leuk om te zien dat ze een lip primer hebben gemaakt. Het is dus een primer die kun je onder je lipstick aanbrengen en dan blijft je lipstick langer zitten. En hier was ik zo benieuwd naar. Ik vind het wel een beetje frappant dat die roze is van kleur, maar deze ga ik uitgebreid testen en uiteraard reviewen, want dit vind ik toch wel iets heel bijzonders, wat ik nog niet eerder heb gezien. Eigenlijk een lipbasis voor bij andere merken of zo, dus die komt zeker nog terug. Dan had Rimmel de Provocalips, de 16 Hour lipstick, lipgloss, ik weet eigenlijk niet wat het is. Ik heb de Dare to Pink, dit is de allerlichtste. Ik had ook die van Maybelline, de 24 Hour, heb ik ook, maar die heb ik echt heel donker. Dus ik vond het ook wel leuk om een licht kleurtje te hebben. Dit is dan stap 1, die breng je eerst aan, die laat je even drogen en dan daarna breng je deze aan. Dit is stap 2, maar het verschil is wel met die van Rimmel en Maybelline is dat je bij Maybelline zit er echt zo'n soort, is het meer zo'n stiftje zeg maar, echt zo'n lipstiftje wat je er overheen aanbrengt. En dit is wel echt een echt met een kwastje, dus dat vind ik wel een verschil. Maar deze ga ik uiteraard ook nog reviewen, dus dan zullen we het weten. Dan hadden we de nieuwe Labello lip butter. En we kennen al de lip butter van Nivea. Die heb ik zelf ook al. En hadden ze hem ook van Labello. En Labello is altijd wel een van mijn favoriete merken als het op verzorging van de lippen aangaat. Hier was ik heel benieuwd naar. Ik kocht vanille en macadamia. De geuren zijn wat dat betreft wel hetzelfde als die van Nivea, heb ik het idee. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat er echt verschil tussen zit of dat ze echt hetzelfde zijn. Mijn gevoel zegt dat ze gewoon hetzelfde zijn, maar ik was hier wel heel benieuwd naar. En dan kocht ik ook nog een Wuta Camilla handcreme, deze voor in mijn tas. Want ik vind deze ook gewoon fijn voor andere droge plekjes. Dus dat is die nog even. Dan ben ik er bijna doorheen. En als laatste kocht ik nog twee handcremes. Omdat ik mijn huidige handcreme echt nog steeds niet vinden kon, moest ik op zoek naar eventjes een ander. Ik heb er even van Vaseline gekocht. Vaseline vind ik altijd een heel fijn product. En dit is eigenlijk een best wel sterke, want hij zit op het vierde of derde druppeltje. En dat is best wel strong, zeg maar, staat hier. En dit is eigenlijk gewoon de rode. Dit is de intensive care. En die heb ik eigenlijk wel nodig. Want ik heb echt super droge handen. Dus het is wel fijn dat het weer een beetje verzorgd wordt. En deze is ook gelijk voor je nagels. Dus dat vind ik altijd super goed. En ik kocht er ook nog eentje van Dove. Want dan heb ik voorlopig eventjes genoeg. Dit is de Deep Care Complex. En... deze komt van de Op is op Shop, dus vandaar de Engelse verpakking. Deze is ook gewoon echt voor droge, ruwe handen. Dus gewoon lekker om weer een beetje te kunnen smeren. Dan was dit hem al. Dan ben ik er doorheen. Ik vind zelf echt hele mooie artikelen die erbij zitten. En ik kan ook eigenlijk gewoon niet wachten om gewoon eindelijk te gaan testen. Dus...
Nou, wat ik al zei, mocht jij nog producten gereviewd willen zien, dan kun je het eventjes bij de comments neerzetten. Voor nu wil ik je gewoon bedanken voor het kijken. En ik zie je heel snel weer. Doeg!